Teuntje Horen, je hebt net met Hurley tegen Laren 2-1 gewonnen. Overgekomen van Amsterdam, spelend in Oranje Meisjes A. Hoe is je gevoel bij de wedstrijd? Ja, fantastisch. We hebben lang niet meer gewonnen. En echt een teamprestatie met z'n allen hard voor gewerkt. En, echt een heerlijk gevoel. Ja, jullie hebben nu ook een beetje afstand genomen van je achtervolgers, hè? Ja. Iets meer ruimte gecreëerd. Ja. Hoe komt het dat jullie tegen de wat grotere ploegen kunnen opbloeien? Ja, ik weet niet. Ik denk dat we dan meer scherpte hebben en net meer focus. Dus die moeten we eigenlijk gewoon tegen de minder ook hebben. En dan hebben we genoeg klas in ons team om te kunnen winnen. Ja, jullie hebben echt een pittige, goede wedstrijd gespeeld. Ja. Veel druk gezet ook. Hoe liep het voor jullie zeg maar, intern op het veld? Ging dat allemaal soepel? Ging allemaal lekker, ja. Ja, iedereen speelde goed. En we hadden gewoon voldoendes. En het was echt heel tevreden. Oké. En hoe kijk je nu uit naar de komende wedstrijden met deze in je achterhoofd? Goed. Ja. We gaan er gewoon vol tegenaan. En we gaan er in ieder geval alles winnen. Oké. Nou, top. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel.